Als je een figuur moet construeren, dan moet je het figuur tekenen met behulp van een geodriehoek en je passer. Gegeven is dat ik driehoek PQR moet tekenen. Alle lengtes van de zijden zijn al gegeven, namelijk PQ is 20 cm, QR is 15 cm en PR is 10 cm. Zelf begin ik altijd met het tekenen van de grootste zijde, in dit geval PQ. PQ. Nu zet ik de pootjes van mijn passer 15 cm uit elkaar. Zet ik de punt in punt P en teken ik een boogje. Dit boogje zijn allemaal punten op 15 cm van punt P. Nu zet ik de passerpootjes 10 cm uit elkaar. Ik zet de punt in Q en ik teken weer een boogje. Dit boogje zijn allemaal punten op 10 cm van punt Q. Er is nu één punt op zowel 15 cm van punt P en 10 cm van punt Q. Dat is het snijpunt. Dit wordt dus ook het derde punt van onze driehoek. Met behulp van de geodriehoek kan ik de laatste lijnen tekenen. En nu heb ik driehoek PQR geconstrueerd. De boogjes mag je laten staan. De boogjes laten namelijk zien hoe je deze driehoek hebt geconstrueerd. We hopen dat je het leuk vindt om samen met ons dit te oefenen. Ik zeg bedankt voor het kijken en natuurlijk weer graag tot de volgende keer.